luisteraar, goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe De Koffiepraat. Het is vandaag woensdag 11 mei 2022. En het is voor mij genoeg om de uitzending te mogen doen vandaag. Ik ben Carlos Lindveld. En wat zullen we dus vandaag met u doornemen? We hebben het dan ook al van tevoren kenbaar gemaakt op social media. Is dat we dan hier te gast hebben vandaag de oud-minister van de regionale ontwikkeling. Ten tijde van de regering Venetiaan 2 was dat. Ten tijde van 2005 tot en met 2010 was hij de minister van de regionale ontwikkeling. En dan heb ik het over Michel Filici, oud-minister. Hij is al lijfelijk aanwezig in de studio. En wij hebben dus als onderwerp voor hem uitgekozen vandaag. Praten over de watersnood in het binnenland. En ook praten over de stadsontwikkelingsplannen. Die er eigenlijk al zouden moeten komen voor het achterland. Waar hij grote voorstander van is geweest. En dat zullen we dus dan vandaag met hem behandelen. Maar we doen eerst een gesprek met de heer Milton Bishop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Want er is een belangrijke activiteit gaande op de politieacademie. Meneer Bishop, goedemorgen. Ja, we trachten dus in contact met hem te treden, met de heer Bishop. Er is een belangrijke activiteit gaande op de politieacademie. Meneer Bishop, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben toch wel een beetje problemen met het geluid, maar we proberen het toch wel te kijken hoe het dus verder loopt. Wat gebeurt er vandaag op de politieacademie? Ja, meneer Bishop. Het geluid is niet goed. Ik denk dat u dus een andere stand, een andere ruimte of positie moet kiezen. Dan hopen we dus dat het toch wel beter kan. Ja, we geven u 20 seconden nog daarvoor. Ja. We horen u niet helder. Niet helder. We proberen het dan over enkele ogenblikken weer met u. Dan hopen we dus dat we een betere kwaliteit hebben van het geluid in de uitzending. Ja. Jammer dus dat we het niet in één keer gelijk hebben kunnen doen met de heer Bishop. Hij is de woordvoerder van het Korps Politie Suriname. We hebben dus begrepen dat er een overdracht vandaag plaatsvindt van een van de eenheden van het Korps Politie Suriname. Die zal dus wel anders worden bemand. En we willen het dus daarover met hem hebben. Meneer Bishop, wederom goedemorgen. Goedemorgen, meneer Talos. Lukt het nog? Ja, nu is het veel beter. Ja, zo dadelijk of tegen 9 uur komen we de FIFA, de leiding van de mobiele eenheid. Dat lukt niet. Jammer, we verontschuldigen ons bij de luisteraars, maar dat lukt jammer genoeg niet om de heer Bishop dus in de uitzending te hebben. De kwaliteit van het geluid laat echt de wensen over. En we kunnen het dus niet maken om dat zo verder door te laten gaan. Ja, we doen het dan een ander moment. We hebben dus de heer Michel Filici bij ons. Een van de oud-ministers. Van de regionale ontwikkeling. Ik kan zeggen ex-minister of gewezen minister, want ik ben niet zo oud. Dus gewezen minister. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Meneer Lindveld, en ook goedemorgen de luisteraars van SRS. Ja, wanneer we de naam Filici horen, weten we van nou af de Ching Fu Srananza, eigenlijk Desmafin Betanatapsi. Maar hebt u nog affiniteit met het binnenland? Ik denk dat die affiniteit er gaat blijven tot de dood. Ja. U zei net, Chief Binnenland, niet geboren naar binnenland. Ik ben wakakbang, ik ben takikbang, volgens mij kom voor het eerst
naar Foto, dus Paramaribo. En het contact is er gebleven. De familie, neven, nichten, zussen, moeder, vader, vrienden, dorpsgenoten. Ja. Maar ook later in mijn werkzaamheden ben ik heel veel betrokken geweest bij het gebeuren in het binnenland. Ook wat betreft het sociale leven. Ik heb gevoetbald met jongens van het achterland. Maar die lotsverbondenheid, ja, dat heeft het contact met het binnenland altijd intensief gehouden. Ja. Dus het gaat altijd blijven. Goed, in Sranang weet ik je Pemikumbati Beri. Ja. Pemikumbati Beri. Na Godo Olo. Ja. En Godo Olo is het laatste Okaanse dorp aan de Tapanahoni. Als je verder gaat, dan kom je bij de inheemse gemeenschappen, Apetina, Tepu enzovoorts. Ja. Maar Godo Olo Mikumbati Beri. En een keertje heeft men wel gewezen waar die Kumbati begraven is. Oké, wij begrijpen dus dat we het wederom telefonisch contact krijgen met de heer Bishop. Meneer Bishop, goedemorgen. Goedemorgen, wederom. Dit is echt een verademing. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er vandaag op de politieopleiding? Ik moet zeggen, politieacademie. En we bieden onze verontschuldigingen daarnet aan voor de lage technische kwaliteit wat we eerder hadden in de uitzending. Ja. Wat er gebeurt vandaag is dat de leiding van de mobiele eenheid, meer ME, wordt overgedragen aan de inspecteur van politie eerste klasse, Max Terborg. Dus de overdracht van de mobiele eenheid, althans de leiding van de mobiele eenheid wordt overgedragen. Ja, maar hoe zit het binnen de hiërarchie? Moet het zo eraan toe gaan? Nou, dat is een aangelegenheid van de korpsleiding om een leiding altijd een verantwoordelijk aan te stellen. En u weet dat de overdracht, dat is meestal protocolair, of dat ook zaken gelijk worden overgedragen met betrekking tot hoeveel, wat zijn de middelen die er zijn, begrijpt u? Middelen, voertuigen, logistieke zaken, maar ook administratieve zaken. Dus wanneer je de leiding van een afdeling overneemt of je wordt aangesteld als leiding, als leidinggevende van de afdeling, dan bij de overname moet je ook zien wat je in huis hebt. Ja, een stukje, ja. Een stuk overzicht hebben van bepaalde zaken, zodat je dan verder kan borduren. Ja, nu wil ik weten, de heer Max Terborg, is hij geweest bij de bikersunit in de tijd? Klopt. Ja, in de tijd is hij geweest bij de, hij staat bekend als de man die geruime tijd bij de bikersunit heeft gefungeerd. Ja, en hij komt van de bikersunit of was dat traject al lang voorbij? Ja, hij zit niet op een resort, als een resortcommandant, hij zit op een resort. Maar de mobiele eenheid, daar gaat hij dan de leiding ook, hij gaat ook de leiding daar hebben. Oké, goed. Wat betekent dit eigenlijk in de carrièregang voor een politiefunctionaris? Nou, het is een uitdaging dat je de mobiele eenheid, sinds ik bij de politie, dus die bestaat al jaren, is natuurlijk, het staat meer bekend, bij Nederland praat men over de oproerpolitie. Het is een uitdaging om die functie te aanvaarden en ook een uitdaging om die afdeling, of althans die eenheid, naar grotere hoogte te brengen. En dat is dus vandaag om 9 uur? Om 9 uur, jawel. Ja, goed. Er zijn ook nog andere zaken, dat is dan heel kort, want u moet zo meteen ook daar aanwezig zijn. Ja. Verdachten van strafbare handelingen worden nu in beeld gebracht door het Korps Politie Suriname. Er is een zogeheten Most Wanted List. Werkt dat al? Zeer zeker. De bedoeling daarvan is dat de samenleving ook een wezenlijke bijdrage zal leveren, omdat de aanpak van de criminaliteit op integraal, althans ook de medewerking van de samenleving, broodnodig is. De lijst is gepubliceerd en natuurlijk verwachten wij vanuit de samenleving dat zij ook de politie op een of andere manier, dat ze anoniem blijven, maar dat ze ook informatie kunnen doorspelen aan de politie met als doel dat de politie deze verdachte, althans de voortvluchtige verdachten, kan aanhouden ter voorgeleiding. Ja, we roepen de samenleving ook op om geen acties, zelf acties te ondernemen, maar liever een stukje bijdrage door aan te geven of als je de informatie hebt waar
de vermoedelijke woon- en of verblijfplaats van de verdachte gezochte personen, verdachten, dat u die informatie prijsgeeft. Daarnaast ook dat u deze verdachten zichtbaar worden gemaakt en dat ook alle informatie die kan leiden tot de aanhouding van deze verdachte vanuit de samenleving ook wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren. En ook dat de samenleving mensen geen hand en spandiensten, geen onderdak aan verschaffen aan deze gasten. Ja, maar toch weten we nu, we volgen het ook op social media, eigenlijk is er ook al nu kritiek op de Most Wanted lijst. Want wordt aangegeven, mensen die ook nog gezocht worden door de politie, waarvan men weet dat ze worden gezocht, die staan niet op die lijst. Dit is een lijst. Er zijn natuurlijk kan het zo zijn dat wanneer wij praten, er zijn niet dat je mensen gaat voortrekken of dat je zaken gaat dekken met de mantel der liefde. Maar zeer zeker mensen die nog niet staan of niet zijn, hun naam of hun foto zijn nog niet gepubliceerd, wil niet zeggen dat ze niet op de lijst voorkomen. Er komen in het vervolg, of althans in de toekomst, of misschien in een later stadium, kan er een update zijn. Dus als u misschien iemand niet ziet, maar waarvan de samenleving weet dat die man gezocht wordt, dat hij niet op de lijst voorkomt, dan kan het zo zijn dat er een update komt en dat de naam van of de foto van betrokkenen ook wordt gepubliceerd. Dus de samenleving, daarom is de samenleving er om zijn of haar medewerking te verlenen. Ja, dus dat is geen, in feite geen punt van bezorgdheid tijdens de politie of naar de samenleving toe. In ieder geval, een ieder die een status heeft van verdachte en een ieder waarvan de samenleving weet dat hij of zij gezocht wordt, dat die informatie aan de politie wordt prijsgegeven. Ja, want dat is dan de vraag van wat is de criteria eigenlijk om op een most wanted lijst geplaatst te worden? Ja, ja. Want we lezen ook van die persoon is eigenlijk wordt verdacht van het stelen van sieraden. Ja. En dan weer aan de andere kant heb je dat mensen worden verdacht van een grote hoeveelheden drugs en cocaïne. Maar dan Amano dit op haar lijst. Ja, het gaat niet om de knikkers. Het gaat om hoe de zaken in elkaar zitten. Wie is eigenlijk om, zolang de persoon de status van verdachte heeft, betrokkenen is ettelijke malen opgespoord, niet aangetroffen, niet het gewenste resultaat, kat en muisspel, dan kan na overleg met het Openbaar Ministerie een opsporingsbericht worden gelanceerd. Ja, of in gevraagd worden aan de samenleving of voor medewerking. Maar zeer zeker gaat het niet om de knikkers, het gaat om het spel. Dat is heel belangrijk. Het gaat ook misschien, zoals je hebt aangehaald, zaken met een, ik zeg het met mijn eigen woorden, minder zwaar kaliber, noem maar op. Maar de persoon heeft de status van een verdachte. En wanneer de verdachte wordt opgesloten, niet wordt aangetroffen. Anderzijds kan het ook zo zijn vanwege strategische redenen. Ja, maar je moet de status hebben van verdachte. En er moeten genoeg weten en omstandigheden zijn om die persoon als verdachte aan te merken. In zaken met de embargo karakter, waarbij de politie nog bezig is en misschien de samenleving ervan uitgaat dat die persoon als verdachte wordt aangemerkt. Als er niet genoegzaam zaken zijn tegen die persoon en het nog steeds een vermoeden is, dan ga je niet over tot publicatie. Dus het zwart snijdt aan beide kanten. Het hangt ook af van de zaak zelf, in hoeverre is de zaak gevorderd, wat zijn de feiten, wat zijn de omstandigheden, de persoon is ettelijke malen opgespoord, de persoon is ettelijke malen opgeroepen, niet verschenen, dat wil zeggen, het vermoeden bestaat, maar na overleg met het Openbaar Ministerie gaat men over tot publicatie, of het publiceren. Ja, een laatste vraag, en dat hebben we dus ook in de kranten mogen vernemen vandaag, is dat Interpol, dat is een internationale politieorganisatie, die zegt van we gaan de heer Hoefdraad internationaal niet opsporen. En we weten dus dat het Korps Politie Suriname eigenlijk ook het is een politionele organisatie. Zal dit ook binnen de kringen van het Korps Politie Suriname worden besproken? Ik heb het bericht zojuist ook ontvangen en natuurlijk is die vraag ook gesteld. Maar laten we even afwachten. Ik denk dat dit een aangelegenheid is van de korpsleiding.
En zo gauw dat intern is besproken natuurlijk met de overige actoren, dan wens ik of zal ik de gemeenschap informeren. Maar voor nu kan ik daarover geen uitlatingen doen. Goed, dan bedanken wij u en ook nog heel veel succes daar op de politieacademie. Dank u. Ja. Yes. De heer Milton Bishop. En ja, het is toch wel een, ja, mooi om aan te geven dat hij dus zelf naar de SRS heeft gebeld om toch wel de informatie aan ons door te geven. Het is heel mooi ook. De heer Terborg, die wordt dus nu een commandant van de mobiele eenheid. En als jongeman er maar hebt meegemaakt, dan zie je van nou, er is carrière mogelijkheid binnen de politie. Eerst zo is bij de bikersjongen, daarna regiocommandant. En nu gaat hij een stapje hoger. En eigenlijk moeten we hem succes toewensen. En dat hij dus het pad van succes blijft opgaan. En dat hij dus zo zijn bijdrage blijft leveren aan wat wij allemaal van Suriname willen maken. Meneer Felicie, dan kom ik weer terug naar u. U hebt begrip hiervoor? Oh ja, absoluut hoor. Want ja. Deze informatie is ook nodig voor het publiek, voor de samenleving. Ja. En het maakt de samenleving een beetje oplettender, vooral de kwestie van die most wanted list. Ja. Dat je die medewerking moet kunnen verlenen als je daartoe in staat bent. Ja. Omdat we allemaal weten dat die criminaliteit in Suriname hoogtij viert. Dus, en de mensen zullen wel hun eigen selectiecriteria hebben van wie wel of niet op de lijst komt. Dus daar alle begrip voor. Ja. En ook het laatste wat u zei over meneer Terborg. Ik zie hem nog zo voor me als fikse jongeman. Hij is een bonkoren type. Hij valt gelijk op die fiets. Ja. Ik ben daar ook heel erg trots op dat hij het zover heeft geschopt. Terug te komen op het onderwerp, we praten over wateroverlast in het binnenland, want daarover wil u het hebben, gaan we het hebben. En we zijn dan teruggegaan naar uw jeugdperiode en op een gegeven moment is het dat velen aangeven nu, en ik weet niet of u dat ook hebt meegemaakt toen u in het binnenland was, velen geven aan van nou, dat van wateroverlast is er eigenlijk altijd geweest. Extreem, ja, komt misschien eens in de 10 jaar voor, maar wateroverlast dan met dikba. Ja, dat klopt. Zeker in de grote regentijd. Dan heb je, dan ben je er bekend mee dat de rivieren aanzwellen. Je ervaart het dat het makkelijker is te varen op onze rivieren. Die zoals sommige worden minder grimmig, andere worden juist grimmiger wanneer het hoogwater is. Dus en bepaalde delen van dorpen en kleine kampjes die lopen onder. Je merkt het ook aan de type van visvangst. In bepaalde seizoenen heb je bepaalde vissoorten in kreken. In het binnenland hebben we een vis die we kromata noemen. Ja. Dus ik ga naar kromata kiki, weet je, dan komen die vissen echt in die kreken. En dan kun je ze in grote hoeveelheden vangen. Dus wateroverlast, daar is het binnenland wel bekend mee. Normaal, jaarlijks. En mensen kunnen zelfs precies inschatten van tot hier komt het water in een bepaalde periode. Ja. En na 2007 zijn we op een gegeven moment wakker geschud. 2006. Zijn we wakker geschud, want we kregen vallen water. En toen kon het dus anders. En toen kon het anders, ja. In 2006 was naar mijn weten inderdaad, want ik heb het niet gekend in de periode dat ik opgroeide, dat het water zo hoog kwam. Dus toen kregen we de situatie dat dorpen die normaliter niet onder water liepen, die zaten meters onder het vocht. Dus boven Suriname, die normaliter heel erg hoog gelegen was, daar waren bepaalde dorpen zelfs onder water. Dus dat was de eerste keer. En mensen hadden toen direct ook
hulp nodig. Omdat het een situatie was waar niet opgerekend was. Dus het normaal leven wordt één keer ontregeld. Zwaar ontregeld. En wat we nu zien is dat het nu wel wat vaker voorkomt. Ja. Dat we extreem hoogwater hebben in het achterland. Ja, nu zitten we ook in zo'n periode. Er is dan ook zoveel te doen rond het spuien van water uit de Afobaka Stuwmeer, de dam. De spuikreppen die zijn opengegooid. En er is zoveel daar om te doen van wat er gebeurt als het gaat om de dorpen achter het Stuwmeer en de dorpen voor het Stuwmeer. We hebben een gesprek, een collage daarvan, van de heer Eddie Frenkel. Hij is van de Staatsolie Power Company. Ze hebben het beheer over die dam. En eigenlijk zegt hij hij maakt een aantal opmerkingen. Waarvan ik zeg van nou, vandaag gaan we met de heer Felici daarover praten. Dus je kan praten over rampenplannen, dat is zeg maar om zaken, extremiteiten zoals zich nu hebben voorgedaan, om die te leef te gaan. Maar je kan ook praten over andere plannen, inrichtingsplannen, ruimtelijke ordeningsplannen, bestemmingsplannen, die ervoor moeten zorgen dat je binnen de normale, zeg maar, invloedssfeer van een waterkrachtwerk zoals deze, dat je duidelijk afbakening doet van waar er wel en niet gebouwd moet worden. Dit is voor Suriname geen uniek probleem. Als u de literatuur op naslaat, relevante literatuur, dan zult u zien dat in meerdere landen waar je waterkrachtwerken hebt, dat in een projectfase het waterkrachtwerk wordt gebouwd, dat veelal het initiatieven zijn van particuliere ondernemingen, niet per se overheidsinitiatieven, die heb je natuurlijk ook, maar dat er in het ontwerp van zo'n waterkrachtwerk ook wel degelijk is aangegeven wat de effecten van, let u goed op mijn woorden, van het normaal bedrijf zijn. En wat is normaal bedrijf? Tot normaal bedrijf hoort ook het spuien. Want men weet, om de zoveel tijd krijg je extremer, daarvoor zijn die spuipoorten. Om even in de historie terug te gaan, Suralco heeft niet zulke extreme, maar toch wel redelijk grote spuihoeveelheden gehad in de jaren 1972, 1976 en 1989. Ongetwijfeld zijn toen ter tijd ook gebieden ondergelopen. Wat wel het geval was, is dat er toen veel minder mozels waren in laaggelegen delen, hè, dus direct langs de rivier. U moet bedenken, toen de dam in gebruik werd genomen in 1964, toen had je de transmigratie. Hè, en een van de dorpen, een van de transmigratiedorpen, dat is Nieuw-Lombé, daar kun je nu in de huidige situatie van zien dat alle transmigratiehuizen die in de 60er jaren zijn gebouwd, dat die droog zijn, die zijn hooggerond. De huizen die onder water zijn, zijn de huizen die in de loop der jaren die mensen dicht bij de rivier in de lage delen hebben gebouwd. Dus de situatie was anders. Dus het heeft niks te maken met ondeskundigheid of wat dan ook. Het heeft alles van doen met het nalaten van opeenvolgende overheden om goede ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen te maken en dat ook natuurlijk op de uitvoerende naleving daarvan toe te zien. Wat ironische is, dat diezelfde overheid heeft zijn eigen, zeg maar, regels die ze niet heeft gemaakt, geschonden. Het mooiste voorbeeld daarvan, twee, we hebben op Baling Sula, hebben we een school die net naast de rivier staat. De rest van het dorp Baling Sula staat helemaal hoog en droog. Maar die school, waarvan je mag aannemen dat die door de overheid is gebouwd, die staat daar en staat op dit moment onder water. We hebben de drinkwaterinstallatie op Klaaskreek. De laatste keer toen Suralco haar spuioperatie heeft gehad, dat was in het jaar 2010. Diezelfde plek waar nu die drinkwaterinstallatie staat, dus die drinkwaterinstallatie, die stond er niet, hè, in 2010. En daarom heeft men er geen last van gehad. Aan de weten, diezelfde plek was toen ook al ondergelopen. Maar nu, in de tussentijd, heeft die overheid die drinkwaterinstallatie daar neergezet en hij loopt nu onder. De hulpdeken, die zijn ook opgenomen in ons normaal monitoringsprogramma. Ja, en dat is dus het fragment van de heer Eddie Frenkel.
Hij is van de Staatsolie Power Company. En het zijn toch wel een aantal uitspraken dat hij daarin heeft gedaan. In dat fragment waarbij hij zegt van eigenlijk de overheid is zelf ook laag gaan bouwen. Als het gaat om een aantal plannen voor de ontwikkeling van die gebieden. De scholen onder andere. Verder ook nog een waterzuiveringsinstallaties. En we hebben nagelaten als beleidsmakers om toch wel ervoor te zorgen dat die ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen er komen. En we weten in 2006, toen was er al sprake daarvan, van nou, dat zou moeten gebeuren, stadsontwikkelingsplannen in het binnenland. Er waren een aantal dorpen geïdentificeerd die eigenlijk groter zouden worden en eigenlijk zou dat moeten gebeuren. We zijn denk ik straks 20 jaar verder. Meneer Felici, zijn het wel terechte opmerkingen dat de heer Eddy Vrenkel maakt? Oh ja, dat ten tijde van de bouw van de dam, dat vooral aan de benedenwaartse kant van de dam, dat die dorpen anders gesitueerd waren, althans de behuizing. Ja. Maar het was wel te verwachten dat gaandeweg er verschuivingen zouden plaatsvinden. Tenzij er nadrukkelijke restricties waren van waar je activiteiten, bouwactiviteiten, et cetera, moet neerzetten. En die zijn er nou eenmaal niet. Wat er dan gaat gebeuren is dat men, en zeker in die dorpssituatie, dat men gaat bogen op ervaringen van hier, 15 jaar, 20 jaar, wat er aan ook komt, ja. De activiteiten langs de rivier van de mensen, die nemen toe. Er ontstaat veel meer behoefte om gebruik te maken van de rivier voor allerhande activiteiten. Mm-hmm. Dan wil je niet een kilometer verwijderd zijn van voor de rivier. Toch? Maar er komen ook andere omstandigheden bij kijken. Was het vroeger zo dat je gebruik kon maken van het water in een rivier als drinkwater? En nu is dat niet meer verstandig om gezondheidsredenen. Je gaat dus leidingwater moeten hebben. Dus er ontstaat een drang van mensen om steeds dichter bij de rivier te komen. Dat hebben we ook hier in Paramaribo in het noorden, toch? Men moet verwachten dat ook eens dicht bij de monding hier de Suriname rivier uit haar oevers kan treden. Maar het zijn juist de duurste percelen, toch? Hoe dichter je bij het water komt. Ja. Dus sommige van de opmerkingen die snijden wel hout, ja. In 2006 was het toen zo, u had dan ook voorgelegd, we moeten met stadsontwikkelingsplannen komen. Maar zijn die omstandigheden nog hetzelfde? De omstandigheden zijn zelfs dringender geworden. Die ontwikkelingsplannen die we toen hebben uitgewerkt en geschreven en in documenten hebben opgenomen, die vloeien voort uit die ervaring van 2006. En iedereen schreeuwde toen al van, moeten we dorpen verhuizen? Moeten we niet hoger op gaan bouwen? En wij hebben toen gesprekken gevoerd met de lokale bevolking. En een van de conclusies was, maar dat gaat niet zomaar. Het verhuizen van een dorp waar je langer dan 300 jaar een gemeenschap hebt met alle historische omstandigheden, culturele traditie, et cetera. Die verlaat je niet zomaar. Huh? En vooral dat van het historische. Er is een bepaalde gebondenheid met die plek. Dus je krijgt de mensen niet zomaar van daar weg. En het moet ook niet erop lijken, laten we vooral nemen het boven Suriname gebied. Mm-hmm. Het gebied van de stam der Saramakaners. Zij zijn in de 60er jaren van de vorige eeuw geconfronteerd met een, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een gedwongen verhuizing.
plotselinge verhuizing. Een verhuizing op stel en sprong. Want binnen heel korte tijd moest men die plek verlaten vanwege de bouw van de dam. Het aanleggen van het stuurmeer. En met alle nare gevolgen die daarbij zijn komen kijken, is het een soort traumatische ervaring. Misschien is die generatie al uitgestorven, maar wij als nakomelingen van de mensen, het verhaal is aan ons verteld. En we zien ook die omstandigheden van die waar men terecht is gekomen naar de verhuizingen. Dus het is niet makkelijk om te zeggen mensen moeten van de ene dag op de andere verhuizen. Dus zodoende zijn we gekomen, echt in samenspraak met de gemeenschap, van laten we werken vanuit het model van bestuurscentra. En we hebben eerst voor 3 locaties gekozen, waar het wat veiliger is en dat je dan van daaruit wat planmatiger die woongemeenschappen zou kunnen. Je praat over het beleid van 2006? Van 2006. Oké. Okay. Ja, dus na de eerste overstroming. Want dat plan is geschreven in 2007 en gefinaliseerd in 2008. Dus dan ziet u hoeveel tijd en energie we erin hebben gestopt. We praten dus over langer dan 24 maanden. Ja. Dus toen is er eentje gekomen op Sneeskondre. Dat is in de buurt van Lange Tabiki, waar de stam der Saramakanus is. En waarom? Eigenlijk was dat de eerste, hè, die van Sneeskondre. Waarom? Omdat het bekend is dat die dorpen in dat gebied toen al onder water liepen tijdens de grote regentijd. Toen al. Ook zonder die extreme hoge waterstand. Ja. Maar het was dus een optie voor de mensen om geleidelijk aan naar hoger gelegen gebieden te trekken. Hebben ze daar gebruik van gemaakt? Nee. Ik denk omdat het niet verder gestimuleerd is. Omdat de afbouw van die bestuurscentra was in 2010. Precies op het moment dat ik aftrad als minister. Ik denk dat ik juist kort in die periode nog die oplevering heb gedaan. Of helemaal die oplevering niet heb gedaan nog. Ja. Maar dus die hele gemeenschap zou worden geprofileerd. Waar komen er hoefwiegen, zijwiegen, etc. Je moest rekening houden met de verschillende clans binnen die stam en zo. En de uitgroeimogelijkheid richting landinwaarts. En dat traject zou worden ingezet nadat we dus die bestuurscentra operationeel hadden gemaakt. En dan zou dus de bestuursdienst die operatie en dat hele plan van de mensen stimuleren en begeleiden verder overnemen. Als dit dus toch wel was uitgevoerd, ook in andere gebieden, want er waren dus, ik praat over 1, maar er waren nog meer. Als dat was uitgevoerd, zouden we dus nu zitten om deze discussie te voeren na een watersnood? Ja, toch wel. Toch wel. Ik verwachtte niet, en dan ben ik gewoon realistisch, dat de mensen op stel en sprong hun oorspronkelijke dorp zouden verlaten, et cetera. Maar dan was er een, hoe zeg je dat, een uitweg. Dan was er de mogelijkheid om mensen die getroffen zijn door het wateroverlast makkelijker op te vangen. Maar dan waren er ook heel wat faciliteiten neergezet rondom die bestuurscentra. En dat zou ook een eye-opener helpen worden voor mensen om, kijk, je kan blijven in je dorp, maar je hebt een alternatief, toch, waar je dan naar kan uitwijken. Maar ook de dienstverlening in die gebieden zou aanzienlijk vergemakkelijkt worden, want de bedoeling was ook dat alle diensten naar de gemeenschappen toe, ook in zulke bestuurscentra, gehuisvest zouden zijn. Ik denk dat dat makkelijker, los van die kwestie van
het spoor van water bij de dam. Ja. Maar dat van de hoge waterstanden zelf, denk ik dat we met dat model de beheersbaarheid van het binnenland en de bestuurbaarheid van het binnenland aanzienlijk zouden hebben vergemakkelijkt. Want dat was immers ook het doel. Ja, nu zitten we in 2022. Ja. Het is dan vandaag dan ook 11 mei 2022. En we zitten in een tijdspanne om verder te gaan in de toekomst. Nu wil ik weten van u van, wat zou nu toch wel prioriteit genieten als u de minister of als u de regering zou mogen adviseren hoe om te gaan met de situatie welke we dus nu hebben, dat van klimaatverandering en zaken die constant weer terug zullen komen en hoe moeten we dat dus nu verder benaderen? Dus laten we eerst prioriteren hoor, dat wat je nu moet doen is hulp verlenen. Ja. Want mensen zijn getroffen. Zwaar getroffen ook. Ik heb gisteren nog een bericht beluisterd van een mevrouw de Brokopundo. Waar ze haar eigen situatie schetst. Ik kan je zeggen, meneer Lindveld, zonder dat je wil komen de tranen naar buiten. Dus je moet hulp verlenen, toch? Je moet opvang bieden hè, aan de mensen. En die hulpverlening kan bestaan uit het verstrekken van drinkwater. Want ik kan u bijvoorbeeld zeggen aan de Kapanahoni, Lawa, Marawijnen, is het water in de rivier niet te drinken. Niet eens om te baden. Toch? Dus denk niet van het is een rivier, ik kan drinken wat er gewoon. Nee, dat doe je niet. Vanwege die vervuiling door de grootwinningsactiviteiten. Maar het is overal ook niet verstandig om het water te drinken. Als je weet hoe het gesteld is met de sanitatie in die woongemeenschappen, waar je niet overal toiletten hebt, et cetera. Dus alle fecaliën, et cetera, komt in de rivieren. Maar ook de spoeling van modder en dergelijke vanuit de heuvels en bergen naar de rivier toe. Het is niet aan te raden. Dus de gezondheidssituatie van de mensen, die gaat voor nu een rol spelen. Dus ik denk dat men dat stukje goed in beeld moet brengen. En voor wat betreft benedenwaarts, de dam, moeten mensen in veiligheid worden gebracht. Ik kan u zeggen, ik ben de eerste week toen de situatie zich voordeed, ben ik me persoonlijk gaan oriënteren, zo nieuwsgierig ben ik wel. Ja, ja, ja. En het zag er niet mooi uit. Ik zag een pasgebouwde kippenren van iemand. De persoon was voornemens om slagkip te houden. Hele lange ren, ik denk iets van 40 à 50 meter lang. En die zat driekwart onder water. Dus heel wat investeringen ook van mensen zijn verloren gegaan. Breng de mensen in veiligheid. Dat is één. Ja. En dan moeten die klimaatdeskundigen nu aan te pas komen. Want het kan zijn dat het een oprisping is van de natuur. Maar het kan ook zijn dat het daadwerkelijk het gevolg is van klimaatsverandering. En dat dit het beeld is welke we jaarlijks zullen hebben. En daar moet je beleid op los gaan laten dat mensen niet elk jaar schade kunnen lijden. Die mensen moeten verder landinwaarts trekken, naar veilige gebieden. Hoe gaan we dat proces begeleiden? Dat is het plan dat nu op tafel moet komen of waaraan gewerkt zal moeten worden. Stel vast, één, dat dit verschijnsel het gevolg is van klimaatsverandering, dat het blijvend is, dat we elk jaar veel meer neerslag zullen hebben in het achterland dan we gewend zijn. De rivieren zullen uit hun oevers treden. In het meer gaat men zoveel water opvangen en dan gaat men water spuien. Dan zullen dorpen onder water raken. Laat duidelijk zien wat er gaat gebeuren en laten we daar beleid op los laten voor wat betreft de veiligheid. Fysieke veiligheid
en de gezondheid van de mensen. Ja, dat heeft dus nu prioriteit? Dat heeft prioriteit. Ja. U sprak daar net over, en, dat was een case dat u aanhaalde van een mevrouw die bezig wilde zijn met een klein productiebedrijfje. Met kippen, 50 meter al, ze heeft alles al in kanijkruiken, maar op een gegeven moment vanwege de watersnood. Je kan zeggen, ze heeft nu verliezen geleden. Ja. En er zijn ook vele van die bedrijven in het achterland die nu verliezen leiden. Ze zijn over de kop gegaan, horen we. En de klacht nu is van nou, die financiële steun die komt nog niet op gang. En dan horen we weer aan de andere kant, het is moeilijk om dat ook te inventariseren. U kent ja. Het achterland. Wat doet men daarmee dan als men dat zegt? Het is moeilijk om het te inventariseren. Nou, het kan niet moeilijk zijn om het te inventariseren. We hebben de bestuursdienst in elk district. En de bestuursdienst wordt geacht alle ins en outs van het district te kennen. Dus je moet een, hoe zeg je dat, een interviewlijst produceren om vast te stellen wat de mensen kwijt hebben geraakt. En dan kun je zelf inschatten van dit kan niet. Want niet op een kippenbedrijf, daar kan je toch geen bulldozer daarop gaan aangeven. Toch? Ja. Een bulldozer hoort niet bij een kippenonderneming. Toch? Ja. Of een kleine tuinbouw areaal van 100 bij 100 meter. Ja. Dus er zijn checks en balances. Dus het is heus niet zo moeilijk te inventariseren. Maar ik sprak net over een voice van een mevrouw welke ik beluisterde. En die mevrouw gaf dus aan, zij heeft een klein tuinbouwperceel waar ze boulanger, antroa, dus wat groenten en piepers planten. Wat kleine dingetjes. En dat verkocht ze in het dorp. Ze had daarmee een inzet van een opbrengst van ongeveer 300 SRD, want ze kreeg al groenten uit de tuin. Alles is onder water geraakt. Die mevrouw zei, je ziet zelfs niet eens die toppen meer van die boulanger planten. Maar dat betekent enorme inkomstenderving voor zo iemand. Toch? Een eenouder gezin met drie kinderen. En die mevrouw zegt, en nu ben ik hier in een noodopvang, haast alles kwijt, omdat het geen brand is, heb ik nog wel die kleren aan mijn lijf. Maar hier wat huisraad is verloren gegaan, want ik was niet bij machten om alles in veiligheid te brengen. En nu zit ik hier te wachten op verzorging van derden, wat ik niet gewend ben. Toch? Dus die traumatische... Die mevrouw is helemaal bevangen door die hele omstandigheid. En zulke mensen hebben niet alleen materiële ondersteuning nodig, maar ook immateriële ondersteuning. Ja. Hebt u ook, bent u misschien ook van het gebied en hebt u ook een eigen verhaal? Wilt u uw hart luchten op deze morgen? We praten dus over de watersnood. Er zijn getroffen gebieden in het Burkopondo gebied. Dus we praten over benedenwaarts en bovenwaarts van de Suriname rivier. U kunt bellen naar 94.000. En dan kunt u ook misschien een vraag stellen aan de heer Michel Felici. Want vandaag praten we dus over dit onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, ex-minister. Ja, goedemorgen, broeder. Hoe gaat het met u? Ach, we blijven onze best doen. Hoe is het leven na het ministerschap? Gewoon eenvoudig, zoals Michel Felici was voor het ministerschap. Ja, want ik weet u dat ik heb u vaker op straat gezien. En ik heb me vooral gezegd, deze man is Felici. Ik zag zo'n korte man. Ja. Ja, maar ik ben tijdens mijn ministerschap niet eens een centimeter bijgegroeid. Ja, dus vanuit ik geen reden heb om anders te zijn. Van die korte pasjes van u. Op het voetbalveld, zo zes. Maar dat is een sideline. Ja, oké. Okay. Meneer Felici, wat is zo moeilijk om zo'n beetje die verhuizing tot stand te laten komen? Wat is die bottleneck? Wat die...
binnenlandbewoners hebben of die personen die zo'n beetje daarmee betrokken zijn. Wat is zo moeilijk en wat zou het makkelijk zijn om die verplaatsing tot stand te laten komen, meneer? Dat is mijn vraag. Ja, ja. Een zeer moeilijke vraag. Maar het is meer het die verbondenheid, het nostalgische. Kijk, ik heb een foto van toen ik dacht ik 15 jaar was. Een foto dat mooi ging is zodanig dat ja. Ik het niet zou willen verruilen voor een foto van nu. Meneer Lindveld, denkt u aan uw ouderlijke woning? U weet hoeveel gevechten er in gezinnen tussen broers en zus ontstaan zomaar op een ouderlijke woning, terwijl hier ouderlijke woning vervalligbaar, toch? Maar de plek, die nostalgie, die verbondenheid, vooral als je zelf in die woning bent opgegroeid, het laat je niet zo makkelijk los. En in het binnenland is die plek het dorp. Toch het fysieke, toch, van 300 jaren geschiedenis. Dat grijpt de mensen dus dat houdt ze vast. Ja, we zeggen niet dat mensen nooit zullen verhuizen, maar het is zo moeilijk om dat te overbruggen. Oké, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een vraag voor de heer Felici. Ja, tot meneer. Ik wil hem even wat ondersteunen. Die emotionele gebondenheid met de grond. Nergens ter wereld haal je mensen zomaar weg. Anders dan moet het voor eeuwig en altijd onder water raken. Bijvoorbeeld, je hebt ergens gewoond, toch? Het is een stuk van je geschiedenis, het is een stuk van je jeugd. Dus alles van jou is daar, het is je leven dat daar is. Dus om die mensen van daar te halen, dan moet het zodanig zijn dat als de grond onder water loopt, dat je nooit meer onbewoonbaar kan worden. Dat is de enigste manier. Nergens ter wereld is het mensen gelukt. Bijvoorbeeld waar je hebt van die erupties, toch? Van die vulkanen, toch? Vulkanische erupties. Ja. Nadat die vulkaan tot rust is gekomen, gaan mensen gewoon weer terug. Ja. Dat is het. Dus het is een heel moeilijk ding. Mensen zien het makkelijk. Ja. Maar je moeder is en blijft je moeder. Alles ze doet, toch praat je over je moeder. Dank u. Ja, goed. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ondersteun je meneer Van Sonnet. Maar wat ik wel heb gezien is... dat jullie moet die pijlen in het stuur altijd gaan checken. Want er zijn maten, ik denk... Surago had dingen gezet, toch? In het stuurmeer om het water te checken regelmatig. Ja. En wanneer je ziet dat er meer regen komt, moet hij misschien meer kleppen openmaken, zodat het niet overtollig is. Anders, als het meer regen, wat gaat er gebeuren? Er gaan twee dingen gebeuren. Die dorpen boven het stuurdam gaat onder water. Een ander grote nadeel, Adam gaat bos ook toe. Maar je zwaar aan wat draag moet gaan niet in een moro stroom, dat ik kan komen moro boel energie uit. Dan in een goed rekening naar de standaard, dat ik kan bos Adam toe toch. Ja, goed. En die man moest goed checken dan dat moro. En die moet je takken aan dit, want dat zo staf en zo zeraal koe, die takken aan dit maar in een buurt, maar dit is er dan maar te kwansan. Staatsolie teka dan over voor Surako, dat we kiezen situatie die zie. Maar werkelijk, we hebben wel veel meer neerslag gehad. Doordat die communicatie, vind ik, met die samenleving niet optimaal was, het kon natuurlijk beter, was men niet echt voorbereid op wat er zou gebeuren. Dus ik denk dat Staatsolie nu moet bewijzen, net wat die meneer hiervoor zegt, dat wanneer wij Surinamers dingen zelf doen,
dat het juist beter moet zijn dan wanneer buitenlanders het voor ons komen doen of voor ons hebben gedaan. Het is een verantwoordelijkheid dat wij moeten hebben als Renaman, dat TV et Douansani moeten we het allerbeste nastreven. We moeten ons niet laten even naar overtroeven door mensen van buiten. Meneer Lindveld, hoe u journalist bent of presentator, u moet het zodanig goed doen dat ik niet liever wil luisteren naar een buitenlander achter onze eigen microfoons. Het zijn skills, zijn gedrevenheid die wij als Surinamers voor onszelf moeten ontwikkelen. En als het werkelijk zo is dat staatsolie in deze steken heeft laten vallen, dan moeten ze de hand in hun eigen boezem gaan steken. Van hier, om ik gewoon fout dit jaar, om ik best aan zo doen. Maar we gaan ons erop zetten dat het volgend jaar, dat we niet meer met dezelfde problemen, met dezelfde effecten zitten. Er zijn inderdaad een aantal cruciale vragen. En dan doe ik even mijn petje af als ex-minister en noem het akkelijk want ik aboy. Een strandaman worden, wanneer ik zeg doe kaboy. Maar eigenlijk Jimmy Anouans geld hoor. Nee. Dus het geeft aan in welke van waar je komt. Juist, precies. Ja. Als het werkelijk zo is dat staatsolie het water heeft opgespaard, dan hebben ze wel een hele grote misrekening gemaakt, hè, vind ik. Als ze daarvoor niet hebben gespuit, want eigenlijk vanaf januari is het niet gestopt met regenen. Toch? Februari. Ik ben coördinator van de Taskforce Onderwijs Binnenland. En ik weet dat we ergens in maart de leerkrachten terug hebben gehaald uit het achterland. Waarom? Omdat we niet konden berekenen hoe de beweging van het water zou zijn. Want je staat vandaag op, je gaat vanavond slapen en de volgende ochtend is het water tot aan je knie. We hebben leerkrachten gehad die gewoon droog zijn gaan slapen en de volgende dag zijn ze vanuit hun bed in het water gestapt. Anderen konden hun woning niet eens meer uit, want het water, en dat is zeker het geval geweest in een van de inheemse dorpen, Tipu. Daar bouwde men een beetje op palen, een soort halve hoge nuten. En toen die leerkrachten 's morgens wakker werd, konden ze nog alleen met een koriaal uit hun boot. Toch? Het heeft een hartje gescheeld of we hadden één leerkracht verloren, want die moest de sanitaire behoefte gaan doen. Niet meer op de gebruikelijke plaats, sterke stromen in de rivier. Dat kind, onbekend met het binnenland, ik zeg dat kind, zijn vrouw. Ja, ja, ja. Trekt een laars aan, gaat het water in, komt te vallen met laars aan. Dus als er geen omstanders waren, dus collega's om er vast te houden op het laatste nippertje, hadden we ongeluk. Dus we hebben toen besloten van hier, de meteorologische dienst voorspelt veel meer neerslag. Voordat het zover komt dat leerkrachten geïsoleerd worden, zoals we hebben gehad in Langogebied. Ja. In het Langogebied reizen de leerkrachten met de boot af over de Grandan rivier en de Tapawatwa. En op een bepaald moment was de Grandan niet meer bevaarbaar. Toch? De Grandans hebben een vaarverbod afgekondigd van het is niet verstandig om met kleine kinderen, vrouwen, etc. of onnodig op de rivier te zijn. Dus ik hoor mensen kritiek in het parlement is er kritiek geleverd dat op we onnodig scholen hebben gesloten. U grijpt het aan? Ik grijp het aan. Omdat u de coördinator bent? Niet alleen. Onder andere. Maar ik ben ook onderwijsman. Ja. Eigenlijk ben ik onderwijzer. Ja. En kind van het binnenland. Ja. En ik weet dat je niet alleen moet kijken naar de school staat droog. Je moet verder kijken dan dat. Je moet er omheen kijken. Je moet naar het totaalplaatje kijken. Want zoals ik vertelde, het geval van Tipu, die school staat droog. Maar waar het personeel gebruik van moet maken, de rivier, daar is een grote gevaar ontstaan. Wanneer de mensen hun sanitaire behoeften niet meer doen op de gebruikelijke plaats en niet dichter bij de woningen, meer het dorp in, dan kun je ongeveer begrijpen welke onhygiënische situatie met alle gevolgen voor diarree, etcetera, kan ontstaan. Maar ook fysiek gevaar voor het personeel.
Dus wij hebben rekening gehouden met die omstandigheden en we hebben toen de leerkrachten teruggebracht. En we hebben we houden rekening met de, hoe zeg je dat? De vaststelling van de meteorologische dienst om de scholen op korte termijn weer op te starten. Maar het punt was, Staatsolie, juist omdat zij nu de verantwoordelijkheid hebben, het zijn onze eigen Surinamen, het is een Surinaams bedrijf. We hebben die situatie, de status quo, welke we nu hebben, laat die mensen niet alleen. Toch? Zorg voor de nodige ondersteuning, zorg voor opvang. En in het district Borkopolder is er opvangmogelijkheden zat om de mensen die getroffen zijn daadwerkelijk een veilig inkomen te bieden. Ja, we gaan ermee afronden. We hebben nog 2 minuten. Mocht het zijn dat de mensen van noodgedwongen zijn om hun plek, niet periodiek, maar dat ze moeten hun plek moeten verlaten, gaat dat van invloed zijn op dat van de grondrechten? Nee. Van de inheemsen en de tribalen? Nee. Omdat ik verwacht geen volksverhuizing zoals het is geweest in bij het aanleggen van de dam. En ik zie dus die noodgedwongen niet zozeer een dwangmatige verhuizing, maar meer een geleidelijke in overleg, s'avonds koffie binnen het eigen gebied. Luisteren naar de mensen, welke mogelijkheden zij zelf hebben. Meneer Lindveld, het moet deze keer niet zo zijn dat wanneer mensen hun oude plek moeten verlaten, dat het de overheid is, of een districtscommissaris is, of een toevallige minister is, die gaat komen aanwijzen van, heren, en vanaf nu moet je op de Liliegebergte gaan wonen. Toch? We hebben landmeters uit Paramaribo, we hebben hier in Paramaribo gekeken en lijnen getrokken van dit is veilig, dus komen jullie hier. Asanungoso. Men moet gaan praten met de mensen. Toch? En de plaatselijke bevolking weet maar al te goed waar ze een veilig inkomen binnen dat eigen gebied kunnen vinden. Laat me dit nog even vertellen. De wijze waarop die woongemeenschappen zijn uitgekozen, toen, in de periode van marronage, is niet zomaar geweest. Het had ook allemaal te maken met allerlei gevechtstactieken. We hebben nog 35 seconden. Nee, luister. Ja. Niet zomaar is men op de eilandjes gaan wonen. Want dat was bescherming ook tegen die blanke jagers. Dat men op tijd gewaarschuwd kon worden dat ze ontdekt zijn. En dat het ze ruimte bood om haven en goed in veiligheid te brengen of tegenstand te bieden. Daarom zeg ik, het verhaal van de dorpen, toch? Die geef je niet zomaar weg. En die een van de, meneer heeft het gezegd, is zeker niet FT310 Yoshi Asempresi Baga. Nangami Ma Oso. Nangami Pakapten Oso. Toch? Maar we hadden daar moeten verlaten vanwege hoogwaterstand. Ja. Het werkt niet zo. Ja, het werkt niet zo. En hiermee ronden we dus deze uitzending van de Koffiepraat. We bedanken u voor de belangstelling ook getoond vandaag voor de Koffiepraat. We bedanken dus ook onze gast die het een en ander met ons heeft gedeeld. We hebben het gehad over de watersnood in het binnenland. Eigenlijk de effecten ervan. Wat kunnen we daaraan doen voor nu en in de toekomst. Maar nu is prioriteit. De mensen moeten dus geholpen worden. Degenen die er door de watersnood zijn getroffen. Men moet flink in actie komen om de strandemangs daar, de burgers daar te ondersteunen. Want dat hebben ze nu nodig. We kijken dus in de toekomst wat er nog meer gebeurt. En één ding is duidelijk. Wanneer we de broeders en zusters van ons daar in het binnenland willen gaan en verplaatsen naar andere oorden, dan moet dat niet gebeuren zoals dat is gebeurd in de jaren 60 en in de jaren, ik weet niet of het 70, ook 80 en 90 is gebeurd, maar dan moet dat in samenspraak gebeuren met de plaatselijke gemeenschappen. Want die weten wel waar die plekken zijn,
waar het, we kunnen zeggen van, hier kunnen we leefbaar blijven wonen op het grondgebied van Suriname. We bedanken u voor uw getoonde belangstelling. Goedemorgen.